Malaka. Welkom terug, jongens. Assassin's Creed Odyssey, aflevering 52 vanuit Thebes. We gaan eventjes meteen aan het begin van deze episode van Odyssey. Eens even kijken wat de missies aangeven. Het lijkt bij de zee te liggen ten noorden van het vervloekte land. Oh, dat stond er al die tijd al bij, I guess. Het lijkt bij de zee te liggen ten noorden van het vervloekte land. Dan gaan we daar even heen, hè. Ik denk zomaar dat hier die gast te vinden is. Welkom dus terug, jongens. We hebben de vorige aflevering een sidequest gedaan. Een sidequest die in ieder geval wel te maken had met Drakon. Een sidequest die een man hielp zijn paard terug te krijgen. En eigenlijk was dat gewoon dus de hoofdmerchant, de hoofdkoopman. Normaal doen. Hij was de hoofdkoopman van Drakon. Dus via hem kregen we wat meer info over hem, maar hebben we uiteindelijk geen locatie of iets ergens gekregen. Dit is het gymnasium, lol. Oké, okay. Ik ga meteen beginnen ook. Laat er geen gras over groeien. En deze quest gaat hier starten. Deze aflevering gaat hier starten. Een sidequest in Thebes die waarschijnlijk ook meer details onthult over Drakon. En daarna gaan we Drakon afmaken. You're a fool, Melanippos. A fool. Did you lose your Pankration match? Worse. I lost my one true love. My Drakon has found someone else. I just know it. He avoids me. And when we're together, he's always distracted. I admit, it doesn't sound good. Even you think I've been replaced. But I can't let him go. He's my golden demigod. Then you must have a plan. I'm going to make a potion. It's a recipe that guarantees eternal love. That's an honest way to save a relationship. It's simple. I'll borrow his precious armor for a few days. Coat the inside and let the potion seep through his skin straight to his heart. So Drakon will be left without his armor. Aren't you worried he'll be vulnerable? Oh, he's the strongest, most chiseled man in Thebes. He'll be fine without it. Good to know. My problem is the last ingredient. I need to buy the rarest heaven Viotia from my herbalist, but she hasn't come to Thebes in a while. I can find her for you. Huh. I must believe in love after all. Thank you. Thank you. Where will I find this herbalist? She lives on a farm west of the city, near the tomb of Menikes. Oftewel, dit houdt in dat Drakon straks zijn panzer kwijt is als dit plannetje lukt. Dus deze sidequest gaat echt enorm helpen, want Drakon raakt zijn panzer kwijt wanneer wij hem gaan aanvallen. Alleen maar omdat deze gay romance tussen hun twee ervoor zorgt dat hij zijn panzer gaat uitdoen omdat die gast een elixir erin wil stoppen. Tell me how you met. It's a tale for the ages. I moved to Thebes with dreams of becoming a great champion. I came to this gym and saw him. A mighty warrior with even a mightier smile. I wanted to learn from the best. But the only muscle he truly worked on was my heart. You're going to a lot of effort for Drakon. Is he worth it? He's a living, breathing Heracles. You tell me. Rare herb, huh? What is it? A herb hot enough to impassion him. Red hot to make his affections and his skin sizzle. If he's not here, where is he? Normally, we're both here, night and day. The only time he leaves is to perform at the training ground. I'll go find that herb for you. Eerst naar de herbalist. Want ik wil deze wel afronden, anders gaat het plan hier niet helemaal door. De boerderij van de herbalist heeft een grote silo met een rode lap stof eraan. Maar dat is dus op het midden van de verschroeide vlakte. Oké. Okay. Nou, rot weer trouwens, het regent de hele tijd. De verschroeide vlakte en het midden. Zal dan dit ergens moeten zijn? Of hier hebben ze een huisje wat niet echt een vraagteken is. Dat kan natuurlijk ook. Daar gaan we wel gewoon heen.
Maar daar hebben we Phobos sowieso voor nodig. Op naar de verschroeide vlakte, I guess. Het zou wel echt een heel grappig plannetje zijn wanneer zijn geliefde het voor elkaar krijgt zijn panzer uit te trekken. Ook niet verwacht trouwens dat die gast gay was. Niet dat het uitmaakt voor de rest, maar dat maakt het wel extra grappig. Want zijn verliefde vriendje, die gaat ervoor zorgen dat zijn panzer uitgaat. Het zou pas helemaal lame zijn wanneer ze het niet in het spel hebben gestopt. Dus dat deze sidequest wel te doen is en dat die man zegt van... ik wil zijn panzer een paar dagen uittrekken zodat het elixir erin kan. En dat je dan bij een aankomt dat hij helemaal zijn panzer niet uit heeft. Dat zou echt dom zijn. Maar goed, daar komen we snel genoeg achter. Ik ga maar recht door het bos. Oei, 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 oei. Zie je, dit is geen herbalist of iets dergelijks. Een chest en een leider, daar gaat het om waarschijnlijk. Yep. They'll be watching for me. I need to be careful. Ik doe trouwens vrij weinig in de regen in dit spel. Dus dat is ook wel weer een keer leuk. O jee. Wie had dit zien aankomen? Ik dacht dat die grotere leidster was. Wel, doegies. Waar is het midden van de verschroeide vlakte? Oh, hier zal het vast en zeker wel ergens zijn. Ja, precies. This looks like the place. Off we go now. Oh, oh, oh. Bam! Very nice. Er was niet iemand met een boog of zo, toch? Nee, dat waren ze allemaal. Oké, dit was best wel onbewust goed uitgeschakeld. Ik zal maar neer zijn dan, bam. They're gone. You can come out now. Thank you, Mysrios. If you hadn't intervened, we'd certainly be dead. They must have really wanted something from you. The farm. It's one of the few untouched by the war. Herbs aren't free, you know. They'd uproot them and sell them. Speaking of herbs, that's why I'm here.
I need to buy one for a man named Melanippos. Says he knows you. That troublemaker still wants to make the love potion. Well, he'll have it his way. I can sell you the herb he needs. I saved your farm. I feel like that deserves some gratitude. I have to make a living, don't I? Fine. Here. Tell Melanippos to let it really soak in. Zo, maar kijk even hoe diep ingesneden die spleet van haar rok is, hé. Wat de hel? Those bandit corpses will make excellent fertilizer for my fields. Oh, oké. Okay. Those bandit corpses. Ze gaat gewoon lijken geven aan haar... Ja, wat is het? Aan haar beesten. Kijk hoe overdreven sexy ze gekleed is. Het is bijna The Witcher. Hey doggo. Ja, ik kan niet met je interacten. Deze game had dat niet toe. Geen driehoekje, niks. Oké, spullen teruggeven. Heel fijn ook dat zij naast het vervloekte land woont met haar boerderij. Dus er liggen overal corpses in het vervloekte land. En haar boerderij is gewoon in volle glorie daar ergens tussen verstopt. Oké, ik hoop echt dat hij die elixir voor elkaar krijgt, want dan betekent het dus dat wij Drakon kunnen aanvallen zonder schild. Hey, mooie graphics man heeft de tempel. Echt bizar dat hij er zoveel moeite mee heeft op een PS Pro systeem. Het is gewoon een niet goed geoptimaliseerde game, blijkbaar. There, your herb. It better be worth all the trouble. Yes, yes. Drakon is mine. Till the end of time. Maybe I'll take him for a moonlit walk at the site of Iphigenia's sacrifice. He won't have to go far from his training site. Praxis και παρεπόμενα. And his armor? It waits patiently for the potion in my house. Good. Be sure to take your time with it. For the potion to work best. Ik zei het toch? Perfect! Liefde in de brouwerij is echt een perfecte missie die je gewoon kan doen als voorbereiding. Op het killen van Drakon. Nice. Ook wel benieuwd nu hoor, hoe het gaat lopen. Ik denk dat ik gewoon eventjes ga mediteren, kijken of er al wat tijd verstrijkt en zo. Maar hij gaat nu met het elixir aan de slag. Nieuwe leider ontdekt. Oh, heb ik dit gedaan? Oh lol, we staan er inderdaad naast. Koning van Boeotia. Betekent het niet dat het een Atheense... Ja. De koning is al neer. Bye! Oh shit! Hij heeft een sectenlid aanwijzing. Perfect. Oh my god, dit was zo perfect. Dat ik door die meditatie gewoon oog in oog met hem stond. En die leiders het niet door hadden. Perfecto. Dit soort dingen maken deze game echt hilarisch. Dit kwam zo perfect uit, dat is echt niet te doen. Nou, laat die gast dus maar eventjes lekker zijn tijd nemen. En dan gaan wij ondertussen naar die gast op zoek. Terwijl hij zijn panzer als het goed is dan uit heeft.
Alles helemaal nice. Wow, check hoe cool die rots is. Slangenkop rots. Snakehead rock. Is dit niet een... Dat is een alfabeest. Waarom is het dan niet gewoon een locatie ook? Ik kan me niet voorstellen dat dit geen grot is. Ik weet niet waarom hier zomaar een alfabeest was. Hier, met een grot erbij. Is toch raar. Nou ja, hij is wel afgemaakt, maar... is voor de rest geen locatie. Geen locatie op zichzelf staan, zo van grot afgrond. Helaas, anders was ik al klaar geweest. Is dit voor een rare plek, hé? Misschien is hij toch wel daar. Oefenkamp. Dat dit er helemaal niks mee te maken heeft. Dat zou maar kunnen, hoor. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het is, man. Dat het er helemaal niks mee te maken heeft, deze plek. Dat het gewoon nog verder is naar de zee. Gevangene schat, Ostraka. High security hier. En high security ook gewoon midden in de nacht, dat is wel raar. Ik ga wel eerst die gevangenen bevrijden. Dicht bij het doelwit? Toch hier? Ah, het is dat kampje. Oké, daar gaan we dus straks heen. Thank you.
Deze man is wel best wel sterk, valt op. Damn. Mocht nog iemand twijfelen of Alexios sterk was? Hallo, pak eens op. Nou ja, op naar dat andere kamp dan. Voor Drakos. Drakon. Oh, gekke sprong was dat, zeg je dat? Wow, wat is hier gebeurd? Stelen van de armen. Ik heb je niet meer nodig, Phobos, sorry. Oké, hij chillt hem gewoon daar. Deze keer heb ik laatst gespot. Hij heeft inderdaad geen armor meer aan. Maar het is wel heel gevaarlijk dat hij er nu bij staat. Level 46, maar kijk dat wapen wat hij heeft, joh. Drakon, eigenlijk zouden we op mijn fucking boot moeten hebben ofzo. Hoe ziek zou dat zijn? Fuck, wat hier even onder ligt. En een verrot paard, arme beest naar beneden gedonderd. Nee, ik moet echt heel erg oppassen dat die premia zich er niet mee gaat bemoeien. Want we kunnen nu... We hebben vrij spel als het ware. We kunnen hem nu aanvallen. Maar dan alsnog is het een hele sterke gast. What the fuck? Hij is echt sterk. I was hoping for more. Oh, dit is goeie, dit is goeie. Godver. Hij is inderdaad echt super, super sterk, want zijn aanvals... Kut. Zijn aanvalscombinaties waren heel sterk. Kut, 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 we moeten wegwezen. Oeh, ging net goed. Zijn aanvalscombinaties waren fantastisch, maar volgens mij pak ik echt de verkeerde targets om op de Adrestia toe te voegen. Want dit was namelijk gewoon iemand die dood moest van de storyline, dus dan kan hij ook niet echt op de Adrestia.
komen als bemanning. Dus we gaan even kijken naar de volgende target. En dan komen we toch wel heel erg in de buurt. Hier, het laatste gevecht van deze guy. En dan hebben we de veroveraar gewoon gehaald. Dus dat is wel een beetje het doel voor deze... voor deze aflevering. Dus even kijken of we daar een markering van hebben. Nope. Hij is te vinden op een eiland in het midden van het Copaime. Oh, what? Dan is hij gewoon hier, man. Let's go. Het lijkt mij dat we straks, als we daar naartoe gaan, in de buurt zijn. Precies. Looks like I missed the fight. Looks like I missed a fight. What? You really need they to leave. Won't. Ik heb niks. Bye. Oké, ik kan beter. Aristeos. Oeh. Found you. Hij praat omheen. Ik kan beter volgens mij dit meteen afronden, maar het is wel heel, heel, heel erg groot, hoor, dit fort. This cave looks like it might lead inside the walls. Alright, we hebben onze target echt in zicht. Super easy ook eigenlijk. Zeker nu jullie op een gebouw afloopt. Of niet? Hallo, waar ga je naartoe? Ik denk dat ik maar gewoon via de kasteelmuur of zo dichter bij hem moet komen. Oké. En dan valt hij nog verder naar beneden. Ja, ik ben best sterk. Ik moet even kijken waar die gast heen gaat lopen. Oh, 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 oh. Waar staat hij? Oh shit!
Got him. Such a coward. There you are. Trouwens, ik heb die andere gast ook bijna nu. Ik moet echt even mijn best nu gaan doen. Hoef ik niks te bevestigen hier? Nope, alleen te dragen. Nice. God jongens, met een beetje chaos is het wel gelukt om dit allemaal neer te halen. Ik vind het helemaal mooi. Dus laten we de andere missie aanzetten die we natuurlijk in eerste instantie open hadden. En die gaan afronden. De veroveraar. Dat is daar. Super veel zin in, ben benieuwd. Ga terug naar Stentor. Eens even kijken hoe zijn beide handen kutkop er nu uit zal zien. En hoe de man zal reageren als hij hoort dat alle vier de kampioenen over 2 dagen tijd zijn vermoord. Waar ze al die tijd mee bezig waren is nu in 2 dagen tijd opgelost. Dus ik surf even half deze berg af en dan gaan we de aflevering eindigen bij Stentor. Reuze benieuwd. Alleen de laatste was echt pittig, puur door gewoon de locatie, het fort waarin het zich bevond, was echt erg pittig. Dus daar heb ik ook heel chaotisch iedereen verslagen. Nog een huurling neergehaald. Nogmaals, het was gewoon erg chaotisch. Maar de andere heb ik gewoon lekker uitgeschakeld. En wat chaos mag ook, als je maar glansrijk overwint. Waarom klonk ik zo formeel opeens? Geen idee. Maar we gaan dit melden aan Stentor. You're back. The champions have been dealt with. You should be dead. You seem disappointed. The gods are punishing me. I'm a mercenary. Killing is what I do. There is nothing godly about it. Modest, but mortal. And Hades will have you too. We'll cross that river when we get to it. I don't have time for this. Sparta must take this region now, while we have the chance. Let's get this over with. I couldn't agree more. The sooner I'm rid of you, the better. Wat een scumbag. Ik denk dat het gevecht deze aflevering eindigt. Dus we gaan het gevecht wel spelen en dat zal pittig zijn. I know. Maar met deze kampioenen neer zal het toch allemaal wat makkelijker zijn. En ben ik reuze benieuwd hoe dit gevecht is vormgegeven, puur omdat het ook echt in de story naar voren komt. Het is niet zomaar een veroveringsgevecht, maar... Send these Athenians to Hades! Hey, daar is de vijandelijke kapitein. Yeah!
Zo in zijn rug ook. Nou, dan komt er een huurling bij. Oké, je gaat ontwijken. Kan ik ook. Oké, vergiftigd is hij sowieso. Kom hier dan, klootzak. Oké, weer vergiftigd. You might be able to challenge me, barely. You, let's see what kind of skill you have. Waarom neem je zoveel afstand? Waarom ben je zo pussy? Afstand jij. Ze wel lekker af hoor. Ja, we hebben het gewoon gewonnen. En hoe easy. Bye. Echt easy. Echt easy. Sparta heeft Athene met succes verslagen. Boeotia kiest nu de kant van Sparta. Zo snel. Zo easy. Ik vind het mooi. Stentor vindt het wat minder, gok ik zomaar. Victory is ours! If I hadn't been here, you'd never have survived. My father would have ensured a more decisive victory. But he's not here. Oh, we have you to thank for that, if I recall.
Don't start. Don't you dare tell me what to do. I am in command here. You needed my help. By the gods, how are you so arrogant? No wonder my father discarded you. And yet, I'm here, and he isn't. You fucking murderer! Believe me, he had it coming. You will pay for what you've done. I've already paid more than enough for one lifetime. We'll see about that. What do you mean? Now that we've driven the Athenians from the field, it's time I dealt with my true enemy. Stentor, you... Your job is done, mercenary. Now I will kill you for what you stole from me in Megaris. You don't have to do this, Stentor. Oh, but I do. There is nothing you can say to convince me otherwise. This isn't what Nikolaos would have wanted. Oh, you fucking know. Traitor. I am not a traitor. You betrayed Sparta. You betrayed your family. You killed my father and stole my chance at a normal life. You deserve nothing but the cold of my blade buried in your heart. Oké, ga je tof doen. Een gevechtje met hem. Oeps. Stentor. Krijgen we nou een epische cutscene of moet ik ook zelf vechten, vraag ik me af. Dat zou zomaar eens een sectelid kunnen zijn, bedenk ik me nu. You really want me to embarrass you in front of your troops, brother? I am not your brother! Stand down, Stentor. I'm not going easy on you. No, because I won't give you the chance! The only reason you're alive is because of me. This is my reward. We were fine before you. Miodia was mine. And your filthy bloodline will stop here. No, Stentor. Not this time. Ik maak hem ook gewoon af voor zijn eigen soldaten. Bye. You've proven your point. Now finish this. I welcome death, if it means I don't have to see you again. Go with the ferryman, brother. Ja, ik zie je. Sectelid aanwijzing. Ik dacht al zoiets. Op de een of andere manier dacht ik al zoiets. Dat hij gewoon... Nou, we gaan het wel zien. Hallo, ik wil je op deze brandstapel hebben. Hoppakee. Nou, hij was echt de klootzak eerste klas de hele game lang al. Dus ik vind het prima dat het zo is gelopen. Ik ga hier bij de aflevering wel stoppen. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En ja, we gaan snel verder met de story nadat dit alles is gebeurd. Terug naar de koningen, denk ik maar. Ook wel heel erg benieuwd naar. Terug naar Mirini, terug naar Sparta, terug naar de koningen, terug naar Brasidas. Brasidas. Ja, kijken wat de koningen gaan zeggen, want één van hun twee is namelijk ook een sectelid. Dus hoe dan ook zal één koning teleurgesteld zijn in het feit dat het ons is gelukt. Thanks voor het kijken, guys. En tot de volgende.